Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Inge en dit is mijn eerste video voor het Travel Active kanaal. Ik doe nu een high school jaar in Amerika. Ik zit in het plaatsje St. Peters in de staat Missouri. Ik zit hier nu ongeveer voor 6 maanden. En voor mijn laatste 4 maanden ga ik mijn avonturen met jullie delen. Deze video wordt eigenlijk een beetje een introductievideo, zodat je mij beter kunt leren kennen. De reden dat ik een high school jaar ben gaan doen, is eigenlijk omdat ik al een paar keer in Amerika was geweest voor vakantie. En ik heb het land altijd heel erg leuk gevonden. En we zien natuurlijk heel veel Amerikaanse films en zo. En ik wilde gewoon zelf gaan ontdekken hoe het nou is om in Amerika te wonen en om op een high school te zitten. Dus ja, dat is eigenlijk voor mij de reden geweest om een high school jaar in Amerika te gaan doen. En dan is natuurlijk ook nog mooi meegenomen dat je veel beter Engels gaat spreken. En de ervaring blijft natuurlijk altijd bij je dragen. Mijn school heet Francis Howell Central High School en het is wel een grote school. Er zitten ongeveer iets van 1800 leerlingen op. Maar ik vind het eigenlijk wel leuk, want daardoor is de school spirit mega groot. En ik voel me ook echt wel een onderdeel op deze school. Mijn gastgezin bestaat uit 2 gastouders en 2 gastbroertjes van 13 en 8 jaar. Hi, we're the host parents. I'm Corey. I'm Kristen. Hi, I'm Connor. Hi, I'm Al. Dat is voor mij wel even wennen, want thuis heb ik zelf een oudere zus. Dus voor mij is het helemaal nieuw, maar ik vind het wel erg leuk om een keer de oudste te zijn. Mijn gastmoeder is vooral heel erg druk bezig met werk. Dit is haar eerste jaar als lerares op een basisschool. En daar is het ook heel druk mee. Dus als hij thuis komt, het eerste wat ze doet is eigenlijk meteen werken. Maar zij is wel echt super aardig en super gezellig en vooral ook heel erg grappig. En mijn gastvader is vooral de zorgzame in het gezin. Hij vraagt me altijd hoe het gaat, of ik iets nodig heb en dat soort dingen. En met hem kan ik ook hele goede gesprekken hebben en dat vind ik ook super gezellig. Als gezin samen doen we ook veel leuke dingen. Zo zijn we laatst een weekendje weg geweest, of we gaan vaak uit eten, of we gaan naar de film. En ik vind het ook wel leuk dat ze mij echt betrekken in het gezin en het voelt ook wel echt als familie. En zij zien mij ook als familie. Dit is mijn kamer en als je binnenkomt is eigenlijk het eerste wat je ziet de Nederlandse vlag. Ik heb namelijk voordat ik wegging een Nederlandse vlag gekocht en daar heb ik al mijn vrienden en familie op laten schrijven. En die heb ik nu hier hangen in mijn kamer. Zo ziet de rest van mijn kamer uit. Ze hebben voor mij een voetbaldekbed eromheen gedaan omdat ze die al hadden en omdat ik op voetbal zit. Maar ik vind het eigenlijk niet zo erg, dus ik laat hem er gewoon op zitten. Verder heb ik hier foto's uit Nederland met vrienden en familie. En hier heb ik medailles die ik met tennis heb gehaald. Ze hebben hier ook allemaal foto's van hun familie staan. En laatst hebben ze mijn tennisfoto erbij neergezet. Ik vind zelf sport heel erg leuk. En zo heb ik ook al een aantal sporten gedaan. Ik heb 10 jaar lang geturnd en ik heb 10 jaar lang getennist. En in de afgelopen 4 jaar heb ik voetbal gespeeld. In een team met heel veel vriendinnen van mij. En dat vond ik heel erg leuk. Voordat ik hier kwam wist ik al dat ik graag tennis wilde spelen hier op school. Dus mijn gastouders hadden me alvast aangemeld voor een tenniskamp die de week voor de school begon was. En daar heb ik al mensen leren kennen van het tennisteam. En ik heb daar ook een paar keer buiten tennis mee afgesproken. Dus mijn eerste schooldag was eigenlijk wel prima, want ik kende al wat mensen. Ik was nog wel zenuwachtig, maar ik denk dat iedereen dat wel is. Ik heb voor de rest niet heel veel hobby's. Ik vind wel fotografie en video's maken heel erg leuk. Dus daarom ben ik ook blij dat ik nu mag vloggen voor het 12 Active kanaal. En een hoop proces een beetje bij mij is gegaan is, ik heb mij in september 2018 aangemeld en toen moest ik een paar dingetjes invullen en zo. En daarna kreeg ik echt het grote aanmeldingspakket en daar heb ik ook wel veel tijd aan besteed. En toen in december heb ik dat ingeleverd en 2 weken daarna in januari werd ik al opgebeld met het bericht dat ze een gastgezin voor mij had gevonden. Dus dat was eigenlijk wel heel snel gegaan en dat vond ik ook wel fijn om het al op tijd te weten, zodat ik al veel contact met ze kon leggen. Dit is natuurlijk niet altijd het geval. De meeste worden geplaatst rond maart en dat is ook helemaal niet erg, want elk jaar wordt iedereen geplaatst, dus daar hoef je ook helemaal niet druk op te maken. Dit was mijn video, bedankt voor het kijken en als je dit nou een leuke video vond, geef dan even een like en laat een leuke reactie achter. En dan neem ik jullie in mijn volgende video mee naar mijn school hier en laat ik jullie zien hoe het hier aan toe gaat.